gaat Sienna May ons iets heel bijzonders laten zien. Want zij kan namelijk haar veters strikken. Ja toch, Sienna May? Ja. Ja, en waar heb jij dat eigenlijk geleerd? Op school. Echt waar? Oh, en vind je dat heel moeilijk? Nee. Nee? Heb je lang moeten oefenen? Nee. Ook niet? Oh, nou, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat moet. Wil je het eens voordoen? Ja. Ja, oh, nou, ik ben benieuwd. Zet hem op. Oh, even kijken. Oh, kijk nou. Ja. Oh, zo moet dat dus. Ja. En dan pak je een lusje. Oh, wat slim zeg. Oh, en ook de andere kant. Ja. Oh, ja, natuurlijk. Oh, is het nu klaar? Ja. Wauw, Sienna May. Wat ontzettend goed van jou. Dat is echt de mooiste strik die ik ooit heb gezien. Oh, dit verdient een strikdiploma. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, gefeliciteerd. Maar Sienna May, ik wil graag ook proberen om mijn veters te strikken. Kan je mij helpen? Ja. Leuk, maar ik heb alleen geen schoenen meegenomen. Mag ik het op jouw schoenen proberen? Ja. Oh, wat leuk. Zo, deze hier. Nee, en dan deze hier. En dan zo, en dan, even kijken. Deze met een lusje was het, even denken hoor. En dan deze kant waar die. Oh, dan doe ik deze over deze. En dan. Oh, ik weet het niet meer. Molletje, wat doe je nou? Oh. Ik denk dat je nog even moet oefenen. Ja, dat denk ik ook. Goed idee. Nou, wij gaan nog even oefenen. Terug naar Woezel en Pip.